zijn gevallen. Ja, we hadden een heel leuk eventje afgelopen weekend. Want ik ga deze voor. En dan kreeg ik een hele mooie kostuum. Oké, voor alle. Want iedereen die hier is, praat Nederlands, toch? Ja. Yes. Oké, praat Nederlands. Ja, Jurjen en Celeste die gaan ons meenemen in de Society 3.0. Ik ken de dingen die ik vast ken, zijn altijd super high-tech en emerging tech, dus het wordt echt super cool. Aan het einde van het programma, dat had andere Bart nog niet gezegd net, maar aan het einde van alle talks is er ook eten waaraan je mee kan doen. Dat kost €5 te betalen in. Bitcoin. Bitcoin, Ether, of als dat dan, als je zelfs euro's. Als, ja, we accepteren zelfs euro's. Die zullen we heel snel weer omwisselen naar Bitcoin. Dus maak geen zorgen, maar als je van die euro-shift van af wil, dan kan dat wel. Geld ook voor drinken. En voor de drankjes ook. Die bunker QR-code die werkt niet. Bunk.me/blockbar en je kan elke donatie doen hier. Kom ik even goed doen. De dood. De donaat. En daar nog op zitten in de zo. Ja, ik weet nou, leuk dat we dat gaan doen. Oké. Ja, die gele is mooi, hè? Het is wel even leuk, tof dat jullie er zijn trouwens bij deze sessie. Ja! En Celeste en ik gaan het vandaag voor het eerst gecombineerd doen, dat we dit zo met elkaar gaan doen. Het is ook een beetje try-out. Jullie hebben een primeurtje. Ja. En ja, we gaan het eigenlijk hebben over overvloed, hè. Dan vooral de technologie die daar een soort van tool achter zit. Jullie idee wat we bedoelen met overvloed? Over productie misschien? Misschien over productie. Dat iedereen genoeg heeft. Iedereen genoeg? Mm-hmm. Andere gedachten? Overprikkeling. Mm-hmm. Overprikkeling. Te veel. Mm-hmm. Ja. Wel verschillende gedachten al, hè? Ja. Die insteek is inderdaad van iedereen heeft voldoende. En vindt zelf ook dat ze genoeg hebben. Genoeg. Meestal even een introductie kort wie wij zijn. Ik zit hier al met een robotje, soms draag ik ook echt van allerlei technologie op mijn hoofd. Welke ben jij? ik ben deze hier. Een van de dingen die ik een jaar of 4-5 geleden met een aantal mensen heb gedaan, is de beweging Permanent Future Lab opgezet. Dat is een beweging waarin mensen technologie met elkaar delen, in overvloed ook. Dus iemand zegt van, hé, ik heb bijvoorbeeld zo'n robot thuis in een kastje staan, ben er even op uitgekeken. Nou, dan kan je hem op centrale plekken voor elkaar, op de open plekken ook trouwens, beschikbaar maken. Je blijft zelf eigenaar. Dus op het moment dat je hem weer nodig hebt, dan kan je daar ook weer vandaan halen. Op die manier wordt het voor meer mensen, wordt de technologie ook eigenlijk toegankelijk. Dat zijn we ongeveer 4 jaar geleden in Utrecht gestart, maar Bart Hoorde heeft dat bijvoorbeeld ook een tijd hier in Den Haag gedaan. Soms ziet hij dat ook met een pop-up forum hier bij de HeyTech. Dus misschien heb je het al eerder meegemaakt. Maar ik ben ook aan de groot voorstander pleiten voor blockchain-achtige oplossingen, vooral het distributed ledger-achtige idee daarachter. Dat vind ik heel interessant wat er mogelijk is. Open source gedachtegoed ook, iets dat ik hier niet bij sta, maar die combinatie maakt wat mij betreft sterk. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 6e al een beetje begonnen met bulletin board systemen. Ik ben nu bijna 40. En daar vond ik al het gedachtegoed dat je eigenlijk niet voor de kennis betaalde met geld. Want je had überhaupt geen PayPal of telemarketing op dat moment. Maar dat je gewoon mensen kennis deelde, maar ook bestanden deelde. En dat je dat zelf deed. En dat je dan op die manier een soort van ecosysteem creëerde. Waar je allemaal wat aan had. Vond ik al eigenlijk heel interessant. Ik ben ook betrokken geweest bij ThingsNet Web Utrecht. Dat is een crowdsourced open source IoT-netwerk gebaseerd op een LoRa-protocol. Dus dat moet je in de praktijk zien als dat een aantal mensen een gateway delen. En doordat die gateways gedeeld worden, heeft iedereen eigenlijk open toegang tot het IoT-netwerk. En dan kan je dus verschillende sensoren aan gaan koppelen.
En op die manier heb je, ja, zonder kosten heb je eigenlijk een verbinding. Dat is interessant. En mijn eerste 3D-print, ook een jaar of 4 geleden, ben ik eigenlijk niet zelf in elkaar gezet, want het was een soort van moet-zelf-kit. Maar eigenlijk met allerlei verschillende mensen die ik niet eens kende, die langskwamen in Permanent Future Labs, zijn we dat zo gaan bouwen. Dat is trouwens ook wel grappig, want dan zie je ook dat dingen misgaan, dat je weer een deel overnieuw moet beginnen. Maar het is aan de andere kant wel tof, want je leert er ook heel veel van door dat samen te doen. Ja, eigenlijk ben ik wel benieuwd voor het begin van mijn eigen verhaal. Wie heeft er nou spullen die je thuis, die je niet gebruikt? Echt niet, helemaal niks, zijn jullie zelf minimalistisch? Super, dan wil ik verder met jullie gesprek staan. En nog een vinger hier. Nog een vinger. Ja, precies. Nou ja, daar kwam ik ook achter een aantal jaar geleden. Dat ik eigenlijk thuis best wel veel dingen had die ik niet gebruikte. Toen dacht ik, ja, ik kan het weggooien. Maar dat voelde niet goed. Ik dacht, ja, ik kan het ook gewoon aan iemand anders geven. En eigenlijk wat begon onder een clubje vrienden met af en toe heen en weer wat weggeven, groeide uit in een paar maanden tot een platform van 11.000 mensen. Oeps. Blijkbaar was er dus heel veel vraag naar. En zo ontstond ik even Gouda. Ik kom zelf uit Gouda, geboren en getogen. Ik hou me vooral bezig met de community kant en onderzoeken naar andere waarden dan geld alleen. Dus waarde kan zitten in het delen van kennis. Maar ook de sociale factor daarin. Het samen iets maken, je eigen mini-economie creëren en dat uitbreiden. Dat vind ik super interessant. Verder ben ik een aantal jaar terug besmet geraakt met het blockchain-virus. Ik kom zelf origineel uit de muziekindustrie, echt totaal iets anders dan dit. En ik vond het eigenlijk niet zo eerlijk dat al die makers niet per se daarvoor gewaardeerd werden als in. De mensen die op het podium stonden, die werden wel vaak gewaardeerd, werden betaald voor hun optreden. Maar degene die hun nummers schreven, die mensen stonden te zingen, niet altijd. Dus ik ben onderzoek gaan doen naar of blockchain een oplossing zou kunnen bieden voor het uitkeren van muziekrecht. Nou ja, dat is het kort. Ja, en we hebben elkaar ontmoet trouwens via Permanent Beta. Dat is ook een, dat is ook een beweging. Ja. Ik ongeveer 1,5-30, dus minus. Geen idee. Gaat snel. Tijd vliegt. En dat is eigenlijk ook een beweging waar kennisdeling centraal staat via meetups, vooral ook op tech en culture. Via de vrijdag zouden ze onder kunnen vallen, maar het inspireert elkaar vooral. En het gaat ook niet om dat per se iets eronder valt, maar vooral het gedachtegoed eigenlijk decentraal mooi rondgaat. En dat gebeurt dus ook in de praktijk. Dus dat is ook super leuk. Ja, de weg naar leven vanuit overvloed. Dus zei ik het niet met nul. Nou, wat ik jullie net al samen met Jurgen een beetje een inkijkje in gaf. Dus het leven vanuit overvloed. Nou ja, in de huidige situatie, of eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden, was het zo dat je, om bijvoorbeeld je schilderij op te hangen, gebruikte je nog gewoon je schroevendraaier en je schroefje. Nou ja, dat kostte tijd. Daardoor ook, nou ja, tijd is vaak nog geld. Arbeid, goed, dat kon efficiënter. En toen werd de boor uitgevonden. Ik bedoel, het ging allemaal veel sneller, efficiënter. Kosten werden bespaard, want tijd is geld. En nog een stap verder in dat proces is Society 3.0. Want wie van jullie heeft allemaal een boor thuis? Of een ander elektrisch apparaat? Yes. Kijk maar eens om je heen. Elektrisch apparaat weet je het meestal wel, hè? Ja, precies. En hoe vaak gebruik je die nou daadwerkelijk? Nou, bijna elke dag. Oké, uitzondering. Maar ik bedoel maar. Stel, hè, je zou je boor delen met 10 andere mensen om je heen. Dan moet nog maar één iemand die boor kopen, of je koopt met z'n allen, of je helpt hem misschien wel. Maar denk maar eens verder. Ik bedoel, dan hoeven er zoveel minder keer dat product geproduceerd te worden. Dat is ook beter voor het milieu. En aan de andere kant wil dat ook weer kosten. En nog een mooie factor daarin is de sociale factor. Ik bedoel, als je het leeft van elkaar, dat verbindt ook. Ik bedoel, je moet contact leggen, je gaat wat dingen ophalen, je hebt een praatje, misschien... Totdat ze niet terug kunnen komen. Dan heb je een hele andere factor. Klopt. Dan heb je andere factoren die meespelen. Nou ja, super interessant. En dan heb je nog iets wat hier tussenin hangt.
tussen centraal 3.0 en technologische ontwikkelingen. Daarbij kun je denken aan initiatieven zoals Uber, maar ook Airbnb, die inderdaad wel het stukje verbeterd hebben, als in dat het tijd bespaart, het werkt, het verbindt. Maar het zit ook nog heel erg in de oude gedachte vanuit geld, in plaats van vanuit het community. Wil je een stapje verder? Ja. Ja, je hebt een klikker. Wil je een klikker even? Nee hoor, jij mag lekker klikken vandaag. Helemaal goed. Heel goed. Nou ja, goed. Vandaag gaan we jullie meenemen in een stukje bewustwording. Vervolgens gaan we later dieper naar inzicht. En daarna gaan we jullie een aantal handvaten geven hoe je zelf overvloed kan ervaren, creëren en delen. Ja. Dat is een goed. Ja. Ja, deze tijd zet ik nog niet. Zeker. Okay. We hebben het hier over een wat meer huidige tijd, een normale tijdperk en richting de Society 3.0, de postnormale tijdperk. We hebben een aantal termen eigenlijk naast elkaar gezet van hoe dat nou op dit moment gebeurt en eigenlijk waar we heen aan het rollen zijn. En soms zitten we daar al of soms zitten we daar half. En dat verschilt ook een beetje per persoon natuurlijk waar je bent. En maar je ziet bijvoorbeeld centraal georganiseerd of decentraal georganiseerd. En er is best wel vandaag dat er ook over blockchain gepraat wordt. En dat zit natuurlijk vooral al aan die decentrale kant vaak. Niet altijd, je hebt ook weer private blockchains die je denkt van hoe decentraal is het nou precies? Dus dan hangt het er weer een beetje tussenin. Dat is ook dat Uber en Airbnb verhaal dat je dan vertelde. Maar we gaan ook bij het schaarste eigenlijk naar die overvloedgedachte. En jij gaf wel een mooie antwoord erop, dat er inderdaad voor iedereen voldoende voor aanwezig is. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken, nu is Uber niet voor iedereen toegankelijk, maar wat als een zelfrijdende auto zich straks weet te klonen en niet om geld eigenlijk meer vraagt, omdat de grondstoffen er zijn en zichzelf in elkaar weten te zetten. Is er dan een overvloed aan transport? Heeft iedereen dan transport beschikbaar? Of 3D-printer, waar jij net iets moois over vertelde met de kleurenvariant. Wat als er straks allemaal 3D-printers zijn en die de huizen voor ons weten te bouwen? Nou, ontstaat er dan een soort van overvloed in de basisbehoeften die we nodig hebben? Nu zie je vaak dus ook centraal dat die massaproductie plaatsvindt en dat er straks veel meer lokaal mogelijk plaatsgaande gaat vinden. En dat we nu van bovenaf gewend, hiërarchieën gewend zijn, en dat is bij die blockchain. Dat het eigenlijk allemaal verschillende nodes zijn die daar aan deelnemen. En zo ga je eigenlijk van ecosystemen naar ecosystemen. En dus ook van geld, dus het kapitaal, naar social kapitaal zoals we dat noemen. Het zit dan onder andere ook in plaats van eigenaar en copyright gaat het naar het open source. Dus toegang en delen, de manier van werken die daarin speelt. Een hele belangrijke onderwijs, zijn we nu eigenlijk vooral in de westerse wereld al gewend, traditioneel op school te doen, ook in de hiërarchie geld voor betalen. Ik zal zo nog wat meer over mezelf even vertellen. Maar het gaat eigenlijk veel meer om leren. Hè? Dus er is heel veel kennis aanwezig. Nou, nu zijn we ook met elkaar eigenlijk weer aan het leren op dit soort meetups. En dat zie je steeds meer. Dus het kan op meetups, het kan online, omdat we bijvoorbeeld straks ook in een video uitzenden. Dat kan omdat andere mensen andere online platformen hebben waar je wat op kan leren en ontdekken. Dus zo is er van alles wat. Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, hè. Jongens, voel ze allemaal in je broekzak. Ik durf gewoon te wedden dat daar wel een mobieltje in zit. Heb je wel eens nagedacht over wat voor functies daar allemaal in zitten, waar we vroeger allemaal losse apparaten van hadden? Kunnen jullie er een aantal opnoemen misschien? Functies die nu in je smartphone verwerkt zitten. Telefoon. Zeker. Zeker. Zit al in het woord. Zeker. Muziek. Rekenmachine. Rekenmachine, wekker hoor ik volgens mij. Op radio, kaart. Kaarten. Ja. Oh, ze zijn wel lekker op terug. Waterpas. Nog meer, waterpas. Zetband. Ik zie wel eens hier al lukken zo'n muziek inderdaad. Waterpas. Jullie hebben er best al wat opgenoemd, niet allemaal. De MP3-speler is een Walkman nog, dus dat denk ik voor jouw tijd. De gamecomputer hebben we niet gehoord, maar ik heb heel veel spelletjes gespeeld tegenwoordig met de smartphone. En ik heb van de week een aankondiging van Google gehoord dat er met de Chromecast ook een telefoon combineert. Maar inderdaad, ook de rekenmachine, je wekker, telefoon, Ja. Dat zijn allemaal functies die je
telefoon staat er niet iets tussen. Dat is eigenlijk wel. Blockchain met een wallet. Blockchain inderdaad. En de stappentel heb ik volgens mij niet gehoord. Oh ja. Ja, er zit dus eigenlijk heel veel in, hè. Dus dat geeft wel een beetje aan ook met die technologie. Dat je vroeger, dat heb ik misschien wel over de duizenden euro's, zeker bij dit soort dure apparaten. Maar je staat daar in 4K, zou je kunnen opnemen. Ik heb er nu even een wat lage resolutie, omdat de batterij te snel heeft. Maar ook dat is weer een technologische ontwikkeling, want straks is de batterij er langer mee over een tijdje. En kan dat eigenlijk nog steeds weer. Ja. Maar dat is dus wel een interessante ontwikkeling. Er is ook een bekend plaatje op internet van Radio Shack. Bekend warenhuis Amerikaans. Ja. En die zijn failliet gegaan. En waarom? Omdat alles wat zij verkocht, zit hier gewoon op de telefoon. Ja. Ja, maar dat is het. Het wordt allemaal toegankelijker, efficiënter, sneller en goedkoper als je alles lost. Dan is de volgende stap natuurlijk aan jullie vragen waar jullie hedendaags niet meer voor hoeven te betalen. Dankzij de technologische ontwikkeling. Van de rekening. Bankrekening. Mm-hmm. Films. Niet maar het zijn open source films zelf, je hoeft niet eens illegaal te zijn. Oké. Misschien krijg je Netflix account een soort semi-illegaal gedeeld. Nog meer voorbeelden? Is jouw kijken? Muziek. Ja. Navigatie. Andere telefoonboek. Telefoonboek. Nou, ik hoor iets minder voorbeelden net, maar zeker toch nog wel wat. Ik kan bijvoorbeeld bedenken aan die dikke encyclopedieën die vroeger bij mijn moeder thuis stonden. Ja, die hebben we nu gewoon niet meer. Die liggen massaal bij de kringloop. Want ja, we hebben nu allemaal Google, Wikipedia, noem maar op. We delen allemaal vooral kennis via internet. En encyclopedie is al verboden geworden. Nou ja, die boormachine, die hoef je dus nu niet meer per se zelf te kopen. Je hebt een initiatief, Peerby, waarmee je dus inderdaad het gereedschap bij je buren gewoon kan lenen. Verder wordt, postzegel, voor die ene keer per jaar dat je nog een brief verstuurt. De meeste gaat nu ook allemaal over internet, via e-mail of via WhatsApp, Facebook chat, noem maar op. Wat staat er in het midden eigenlijk? Je moet heel hard nadenken. Dat is onderwijs. Je ziet hier een school klaslokaal. Daar zullen we het straks al even over onderwijs. Hè? Dat je de kennis bijvoorbeeld bij deze meetups. Maar ook bijvoorbeeld Wikipedia hebben we net al genoemd. Dus eigenlijk ook alweer een stuk onderwijs. Maar ook online courses die je kan volgen. Dat zijn voorbeelden van onderwijs die tegenwoordig best wel open gedeeld worden. Dus dat is die. Ja. Ja, en dan hebben we nog couchsurfing. Ik bedoel, vroeger als je ergens wilde slapen, dan ging je eerst kijken of je ergens vrienden of wonen of die bepaald lukte. En anders zette je misschien een tentje ergens op of beginnen met een hotel slapen. Gelukkig is er nu wel couchsurfing waar je mensen gewoon hun bank en als je het geluk hebt een bedje ter beschikking stellen aan je. Kaarten, Google Maps, maar ook. Ik moest even nadenken over inderdaad. OpenStreetMap, dat is een open source initiatief. Dat is eigenlijk een beetje als tegenbeweging ontstaan tegen Google, die best wel veel centjes verdient aan hun advertisement. En OpenStreetMap is gemaakt door de community zelf, door burgers. Die zijn gewoon hun eigen stad in beeld gaan brengen en die zijn dat gaan delen. Dus ik dacht van wat doen we dan? Dat kunnen wij ook gewoon. En zo is dat ontstaan. Ja. Ja, zou ik wel. Ja. Technologie groeit exponentieel, hè? Dus dat zou ik nog een mooi plaatje over laten zien. We hebben net al even wat nieuwe technologieën genoemd, dus blockchain, daar zijn een aantal van jullie ook wel bekend. Welke van deze technologieën zullen allemaal ons economisch stelsel op de kop kunnen zetten? Zou ik dat we net al een beetje benoemd hebben, maar wat zit er zo in jullie hoofd daarvan? Kunstmatige intelligentie. Helemaal gek maken. 5G. Oh sorry. Ja, de mobiele netwerken. VR. Virtuality. Blockchain. Blockchain. Ja.
Ik denk dat energie ook heel goedkoop kan worden. Ja, dat wel. Maar door middel van blockchain kan energie weer goedkoper worden als je het dingen combineert. Ja, in Amsterdam heb je daar een project mee bij de Keuvel. Daar zijn ze het al aan doen. Energie, ja. Wat zijn ze aan doen? Energie aan het verder doen. Nou ja, de verkoop zeg maar, want ze hebben daar allemaal zonnepanelen op hun daken liggen. Oh ja. Doe je het? Oh, je weet het niet. Oké. Okay. Ja? Ik dacht, oh, Bart, weet het wel. Maar nee, alle ondernemers daar hebben besloten om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. En alles wat ze over hebben aan energie, dat delen ze onderling. En dat hebben ze allemaal vastgelegd in de blockchain. Ja, zou ik even kijken of dat muntje nog voor andere dingen te doen? De gebruik van bijvoorbeeld koffie en restaurant. Ja, op de klopt. Dat is ook een sociale experiment. Ja, ja, ze hebben hun eigen munt natuurlijk. En die munt heet ook de Keuvel. De Julia. Ja, dat vind ik wel. Ja, precies. Wie nog het lijstje aantal hebben jullie ook opgenoemd? Ik kan nooit zo'n mooi lijstje van blockchain vinden. Dus als iemand nog een mooi één soort van lijstje van blockchain vindt, dan even misschien naar de crypto. Maar ja, iedereen krijgt het alleen dan een beetje die. Dat is goed, Bitcoin is kort. Ja, dat is echt zo. Maar autonome voertuigen ook, hè? We hadden toen straks al over de transport. Want als die auto's zichzelf straks gaat klonen, dat is nu wel lastig voor te stellen natuurlijk. Maar er gaat zo'n moment komen, dat is nou helemaal steeds meer. Je ziet nu al bij auto's dat garagehouders er moeite mee hebben, dat ze geen reparaties en onderhoud meer hebben met de huidige generatie auto's van de laatste jaren. Dus dat geeft wel aan wat voor verandering daar ook weer gaande is. Dus dat die plaatjes straks van die supermarkt, was het geloof ik, retailer die weggaat. En zo gaat het straks natuurlijk nog veel meer ook weer betekenis geven. Nou, virtuality hebben we al gehoord ook. Kunstmatige intelligentie en robots, in die hoek, gaat ook best wel veel impact hebben. Nou, ik heb een mooie video, misschien dat jullie een aantal van jullie die al kennen. Een beetje een paar zelfs. This building is behind me when not built in a normal fashion, but were actually printed out by a 3D printer. This printing method was developed by a private inventor. The 10 standalone one-story houses look normal at first sight, but the walls are made up of layers of construction waste and cement instead of brick and mortar. However, technological. Je ziet een 3D-printer eigenlijk een huis inzetten. Ik ga niet de volledige video afspelen, want dat gelet op de tijd. Maar het interessante om te weten is dat dit video al uit 2014 is. Dus echt alweer een jaar 4-5 geleden. En toen werd er aangegeven dat, even los van de grond, dat het neerzetten van zoiets van, hij is plus minus 80 vierkante meter, zo'n $10.000 kost. Dat is best wel interessant als je naar die prijs kijkt. Maar nu kwam ik een klein jaartje geleden, een half jaar geleden, denk ik ongeveer een nieuwe video tegen. Dat is deze, die kunnen we wel even afspelen. Hier wordt weer een huis neergezet. En dan zie je al het prijsverschil. Dus als je dat in gedachten neemt, wat er dus inderdaad gebeurt, is je betaalt er wel nog iets voor. Maar je ziet al in die 4-5 jaar tijd, hoeveel dat eigenlijk is 10 keer goedkoper alweer geworden. Het is nog lang natuurlijk niet voor ons allemaal toegankelijk. Dit zijn nog dingen die in kinderschoenen staan en best nog heel veel goedkope tijd mee wordt. En zeker als je het over Nederland hebt, dan heb je daar ook nog wel veel juridische kanttekeningen. En van voldoet dat hier aan die bouwwetgeving. Maar wat nou als je straks die zelfrijdende auto hebt en je overnacht erin. En je komt daardoor ineens bij zo'n huis terecht. Nu willen we allemaal heel centraal op elkaar zitten, want we hebben onze familie en vrienden. Maar misschien zeggen ze straks van, oh, met die zelfrijdende auto, ik zie dat als mijn overnachting. En ik ben ineens weer bij mijn eigen gebouwde huis in een gebied waar dat wel mag.
Of misschien zet je wel je virtual reality bril op om veel dichter bij je familie en vrienden te zijn. Dus dat zijn allemaal weer dingen die ja, een ontwrichtend karakter hebben om het zo te doen. Nou, dit is een nieuwsbericht wat zich de afgelopen week ook heeft naar voren gebracht. Ik heb jullie dat mee hebben gekregen, maar in Helmond willen ze gaan experimenteren. Ze hebben daar nog geen definitieve go op gegeven. Er waren wat verkeerde berichtgevingen in de media. Die al liepen van het is gratis en dat komt er nu aan. Maar die mensen die daarmee bezig zijn met het project zeggen van nou, we zijn nog eerst even aan het toetsen van wat precies samen is. Dus of het helemaal gratis wordt en hoe precies weten ze nog niet. Maar wat wel. Ja, interessant is dat we ook weer een ander waardesysteem, in dit geval data, gekeken wordt van ja, kunnen we mensen daar woonruimte geven? Wat kunnen we dan met IoT-sensoren zo meten en weer ja, eigenlijk verbeteren ook in de leefomgeving? Dus dat is ook wel iets wat speelt. Dit is een plaatje van de exponentiële groei. En je ziet hier eigenlijk wat mensen over het algemeen kunnen bijbrengen. En wat we aan hersencapaciteit ongeveer hebben. En hier zie je wat de technologie aan het doen is. Dus die stijgt veel sneller dan dat we bij kunnen brengen. Want staat op een soort van gat. Dus daar zie je ook dat eigenlijk heel veel mensen er wel moeite mee hebben. Om daar wat in te kunnen doen. Nou, nog een leuk filmpje volgens mij over wat ik het idee vind. Ik vind deze zelf ook wel heel. Heel interessant wat er gebeurt. Kijk ook. Een mooi voorbeeld van open source. Sociaal iets is wat er ontstaat, ja, is inderdaad dat zoals je noemde, vroeger werd alles heel centraal bij grootmachten eigenlijk gemaakt. Nou, ik weet niet wat je eens betaalde voor een prothese, heb ik niet uitgezocht, maar dat het voor $26 kan, dat denk ik niet. Dat, daar is bij de zeg maar, zorgverzekeringen al niet voor om het zo met te noemen. Dat is leuk. Maar ja, je ziet het hier wel, dat kost dan $26, maar wat straks als die plastic vuil die overal in overvloed eigenlijk al aanwezig is en waar we zo'n probleem mee hebben, onder andere in de oceaan. En er zijn ook al technische oplossingen, of die zijn in ontwikkeling, om weer plastic te gaan recyclen. Dat je dat ook zelf straks thuis kan. Nou, dan gaat die $26 gaan natuurlijk nog weer veel een stuk lager worden. Want ja, de grootste kostenpost zit nu in de PLA, het filament. Wat je moet gaan regelen. Wat ook gewoon super interessant is om te zien, is dat steeds meer initiatieven zoveel volgers weten te vinden, maar gewoon ontstaan vanuit de crowd zelf. En waarin het sociale aspect gewoon steeds belangrijker wordt. En het helpen van elkaar in plaats van er daadwerkelijk financieel beter voor worden. Ja. Nou, hier zien we nog een site, er zijn er meerdere van, maar dit is een van de bekendere voor 3D-printen, waar mensen met elkaar op een plek eigenlijk op het internet 3D-modellen delen.
En dus als je zo'n prothese hebt gemaakt, dan kan je dat ook weer op een site zetten en kunnen anderen dat downloaden. Dus ze kunnen ook zeggen van, nee, we verbeteren het en ja, breng het dan weer terug in zijn community. Dus dat zijn ook interessante zaken. Stingyverse is net zoals Airbnb en nu weet je dan ook een klein stukje commercie in. Dus hoe toffer dat ook weer is, dat het straks bijvoorbeeld op zo'n blockchain, zo'n decentrale app uiteindelijk ontstaat. En dan zie je dat het daar ja, eigenlijk nog meer zelfsturend zich gaat ontwikkelen. Ja, nog een keer Uber. Yeah. Oké, stap niet terug. Nu is het nog zo in de taxibranche dat je officieel een licentie moet hebben of een vergunning om taxi te mogen rijden. Tenminste, in Nederland is het zo. In Australië zijn ze daar al een stukje verder mee. Daarbij is Uber volledig gelegaliseerd. Sterker nog, daar is het in sommige delen van Australië net zo normaal om een Uber te pakken als dat je met de bus zou gaan. En dat als resultaat dat je veel minder uitstoot hebt doordat je met elkaar meerijdt. Mensen hoeven niet per se allemaal meer een auto te hebben, waardoor die auto dus al niet gekwalificeerd hoeft te worden. En je hebt de sociale factor. Aan de andere kant is het nog niet volledig Society 3.0, want er zit nog steeds een bedrijf achter met commerciële belangen. En is het nog steeds één centraal punt waaruit het geregeld is. Nou ja, stapje verder denk ik naar de toekomst. Dat zijn inderdaad de zelfrijdende auto's. Die misschien zichzelf wel terugverdienen door degene die er gebruik van maken, die dat dan met cryptocurrencies betalen. Waardoor de auto zichzelf terugbetaalt. En is dat eigenlijk uiteindelijk dan ook gewoon toegankelijk voor iedereen? Daar heb je vast nog een aanvulling op. Ik zie ook een vraag daarop. Ben je dan nu een beetje optimistisch om te denken dat zelfrijdende auto's dan gemeen goed worden? Maar ik zie juist voor me dat ze in handen van Uber zijn en dat ze nu een mooi platform hebben opgebouwd en dan overschakelen naar zelfrijdende auto's van hun. En dan zeg maar alle chauffeurs ja, de marketering laten krijgen. En waardoor ze eigenlijk alleen nog maar nog meer macht krijgen. Ja, en dit plaatje is eigenlijk, in dit hoekje zien wij zelf Uber niet meer. Je ziet hier ook Akkad City, dat is een initiatief dat heet nu Swarm City. En er zijn meerdere initiatieven op de blockchain eigenlijk gaande. Akkad City heeft ook een scam. Klopt, ja. Maar daarom dat het ook een Swarm City is overgegaan. Dus ja. Ik zie dat het plaatje nog een beetje moeten updaten wat dat betreft. Maar het gaat mij niet zozeer om of Akkad City een scam is, maar meer om het gedachtegoed erachter. Want jij zegt van ja, is Uber straks die grootmacht? Of zijn wij dat met elkaar als crowd? Maar ik weet of die naam Swarm of Akkad City gaan wij dan als gemeenschap die kennis van autonome voertuigen hebben, gaan we die dan als gemeenschap door de goedkeuring heen krijgen? Nou, dat is dus de vraag, want je ziet dat in Nederland blijven we nog best wel hier zelfs hangen. Hè? Dus je moet een taxilicentie hebben, dat is eigenlijk een voorgekomen issue. Maar dus die taxi is een beetje illegaal, want dan heeft iedereen een taxilicentie met Uber. Dus daar is wel wat gaande. Maar er zijn ook weer landen waar dat niet het geval is. En wat gaat er straks ontstaan? Het is wel lastig te voorspellen hoe dat voor Nederland precies zal uitpakken. Maar als je te ver achterblijft met technologie, ja, ook als land, kom je dan best wel in de knoei. Dus je ziet ook mensen als Nelly Kroes die zeggen van ja, dit is wel nodig, het moet wel die kant op. Dat zal politieke bedrijven zijn. Maar ja. Dat is een struikelpunt in die zin, is er aansprakelijk op het moment dat je schade maakt. Ik bedoel, is dat degene die de auto produceert of is dat degene die erin zit? Of die heeft. Ja, moet het zelf doen natuurlijk. Moet het zelf besturen op politiek scenario. Ja, dat is ook heel. Maar ik heb wel al zeg maar, volgens mij als een journalist die ermee bezig ging, dan maken ze zelf rijden auto als sensoren, nog vele tonnen even uit mijn hoofd. En als een journalist die kon het geloof ik voor 30.000, 40.000 euro ongeveer, heeft niet voor. Maar één snelweg, hè? Je kent er maar één snelweg volgens mij. Ja, maar dat klopt. maar het gaat wel om het gedachtegoed ook weer. Vandaag is het één snelweg. Ja, het twee. Ja. En dat groeit dus exponentieel. Hè? Dat is even waar je het uitgangspunt ook in gedachten moet gaan houden. Dus dat, maar goed dat jullie ook zo daar inderdaad al over nadenken en over discussiëren. Want dat is eigenlijk ook hard nodig, dat we daar met elkaar inderdaad over gaan nadenken. In gesprek gaan. Nou. Ja, even een korte samenvatting tot nu toe.
binnen nieuwe technologieën wordt, naast dat het tijd bespaart, efficiënt is, ook steeds de sociale factor steeds belangrijker. Als je kijkt naar welke initiatieven waar we het net over gehad hebben succesvol zijn, is dat ook echt wel een key ingredient. We gaan steeds meer van ego naar ecosystemen, denken vanuit het geheel, de community. Kijk maar naar blockchain bijvoorbeeld en andere initiatieven die we genoemd hebben. Het leven vanuit overvloed. En wat ook een belangrijke is, is toegang hebben in plaats van per se eigenaar te hoeven zijn. Dat we een beetje af kunnen van die gedachte dat je per se iets moet bezitten om er toegang toe te hebben. Op die manier zou dat ook wel heel veel impact hebben op ons huidige systeem. Nou ja, eigenlijk waar ik het net ook al over had, dat crowdsourcing steeds sterker wordt dan de grote organisaties. Ik ben juist een heel bekend voorbeeld in, hè, maar bijvoorbeeld het Teams Network waar ik het met IoT over had, daar heeft KPN best wel moeite om daar tegen op te boksen. En dat, hè, dat het Teams Network is in Amsterdam ontstaan, ongeveer even over 3-4 jaar geleden ook. En ja, dat is nu al in, nou, ik geloof over de 1000 wereldsteden in ieder geval heen, dat het plaatsvindt. En een groot deel van Nederland is daar ook al mee gekofferd. Dus je ziet hoe snel zoiets ook kan groeien. Ja, gaan we nu naar inzichten? Ja! Ja. Oh ja. Ja, Maars. Ja, inderdaad. Wat ik altijd heb, nou ja, altijd, dat is ook weer zo'n definitief woord. Maar wat ik wel eens heb als ik overga naar iets nieuws of heel graag iets wil, is dat er allerlei dingen in mijn hoofd oppoppen. Ja, maar dit, ja, maar dat. Blokkades. Hebben jullie ook dat je wel eens je geblokkeerd voelt? En op welke vlakken dan? Wil je daar iets over delen? Wat zijn de dingen, stemmetjes in je hoofd die jou zeggen, ja, doe toch maar niet. Ja. Nou, ik denk, dat wil ik wel, maar dat wil de politiek wil het niet, dat wil het grote van de maatschappij allemaal niet. Want er zijn ook alle belangen die dat tegenhouden. Ja. Ja, dat ook mensen sowieso egoïstisch zijn. Weet je, we hebben het ook over het blockchain en zo, maar dat zijn ook mensen die dat systeem drijven. Persoonlijk gewin hebben. Dus je kan afdwingen dat het wat socialer wordt, maar dat mensen echt helemaal ook de blijheid delen. Dus ik denk niet dat mensen zo zijn die als ik een boormachine heb, dan wil ik hem uitdelen als ik goed geld aan heb. Anders dan laat ik hem gewoon lekker bij mijn thuis op de plant. Ja, is dat zo? Nou, ik zou hem wel uitdelen aan iedereen die het nodig heeft, maar de meeste mensen, dan vaak mensen denken van ja, ik wil liever. Ik ben wel, weet je, waarom zeker dat doen, want anders doet het niet. En maar ik blijf wel fijn, weet je, je wil niet, dan weet je nog het dan. Ja? Dus dat is heel... Nee, maar... Het is ook een cultureel dingetje. Ja. Zoals je zeg maar als maatschappij bent opgevoed in het Westen, is het winst bijvoorbeeld heel belangrijk. Er zijn andere societies in deze wereld die zeggen van ja, we hebben andere belangen. Ja. Dat is altijd belangrijk dat winst... Maar als je neemt, ik hou graag wel van dingen delen. Maar... Toch? Het voorbeeld van die boormachine neemt, wat vooral een probleem is, dat komt hij terug met de helft van mijn boordjes gebroken. Dat soort. Dat is de jaar-maar inderdaad. Hè? Ja, dat is inderdaad van. Het is wel de uitreden, maar ik wil wel weten aan wie terugkomt. Dat Nou, ik kreeg dat toen ik Permit Future Lab met een aantal mensen begon, kreeg ik het ook van ga je daar je 3D-printer delen en nog een aantal dingen. En straks is het stuk of gestolen of wat dan ook. Ik kan in ieder geval zeggen van ja, er zijn dingen stuk gegaan, ja, er zijn dingen gestolen, dat klopt. Ja. Maar er is in verhouding meer moois dan negatiefs uitgekomen. En dat is het interessante. Hè? Ja. Dus iemand zei bijvoorbeeld, oh je gaat je 3D-printer en ook nog eens het filament delen. Dan is straks het filament op, dat heb jij betaald, wat dan? Ja, ik zeg, nou, dat ga ik wel zien straks. Nou, en uiteindelijk kwam eruit dat een deel van het filament op was, maar dat er meer mensen zeiden van oh tof, ik kan hier printen, ik heb ook nog wat filament. Ja, ik leg het erbij. Dat was weer een ander filament dan ik zelf had, dus een ander type materiaal of een ander kleurtje. Dus dat bracht mij ook weer dat ik dat ook mede kon gaan inzetten. Dus uiteindelijk leverde het een soort van, niet dat het van mij dan nog helemaal is, al dat filament, maar wel een soort van ook weer toegang tot meerdere soorten filamenten dan niet. Er was ook iets stuk gegaan, een soort van spherobal heette dat, een balletje wat je met wifi aan kan sturen en dan zo rond kan rijden in de ruimte. Dat had een half jaar stuk gelegen, dat was, ik weet niet eens meer door wie gedeeld.
Maar op een gegeven moment kwam er iemand binnen, ongeveer, ik denk van jouw leeftijd, nu als je precies bent, maar die jongen was een jaar of 9 à 10. Ja, zoiets hè. En die zei, oh ja, wat tof, oh hij doet het niet. Nou, laat mij maar even prutsen. En 10 minuten later deed hij het weer. Terwijl we allemaal volwassenen naar gekeken hadden en een half uur en zo, en ze gesplendeerd en hij deed het niet. Dus dat gebeurde ook. Je zag ook dat dingen zelfs beter gemaakt werden dan ze oorspronkelijk eruit uitkwamen. Dus een soort van upgrade kregen. Dus bijvoorbeeld die 3D-printer, daar begonnen mensen dingen aan toe te voegen. Dus dat zijn allemaal van die positieve dingen. Dus ja, er gaan ook zeker dingen mis. Soms kan een platform daarbij helpen. We hebben dat bij Permanent Future Lab in de beweging niet. Maar als je bijvoorbeeld over peer-reviews spreekt, dan review je elkaar ook. Dus op het moment dat een onbekende jouw boormachine komt ophalen en die boordjes spreken of wat dan ook en het wordt of niet of heel slecht teruggebracht, dan is het net als bij Uber-chauffeurs bijvoorbeeld, van je krijgt bijvoorbeeld 5 keer 1 ster in plaats van 5 sterren, dan word je uit de community verwijderd, om het zo maar te noemen. Dus dat, dat soort oplossingen zie je daar ook weer in die ja-maar-gedachte als oplossing. Ja. Ja. Dus wat ik ook wel een interessante gedachte vond die jij net deelde van, ja, maar dan wil ik er ook geld aan verdienen. Dat is natuurlijk heel erg een gedachte die op schaarste gebaseerd is. Dat je niet genoeg zou hebben. Dat, ja, maar als hij er beter van wordt, dan wil ik dat ook. Ja, maar je moet, als je ook terugkijkt, als je ook terugkijkt vanuit de community, dan is het leuk. Maar stel voor, zijn mensen echt zo... Weet je, ik merk wel binnen Permanent, iedereen die bij, iedereen deelt met elkaar zo, maar in het grote geheel, als je buiten Permanent Future trekt en in het grote geheel, weet je, van die problemen toch, van de tragedy die op je komt met de koeien op een leiland en dat als één boer één koeien bijzet, heeft voor zichzelf meer inkomen, maar in totaal neemt de hoeveelheid af en zo, weet je, dat soort problemen, ja. Er zijn het problemen. Ja, elkaar, nee, maar op een gegeven moment blijft iedereen maar... Ja, het mooie van een eigen gewin. Wat je wel ziet aan bijvoorbeeld de Bitcoin of Peer, is dat als je balanceert, dan is iedereen zeg maar als slecht gedrag uiteindelijk voor jou als persoon ook slecht uitpakt. Die dat gemaakt is, dan zie je dat uiteindelijk niemand er meer bij gebaat is om slecht gedrag te als je systeem op die manier. Ja, maar ik had ook altijd gamen natuurlijk heel nog een jammer. Als jij zeg maar van een preview wordt gekikt, maar je hebt wel een mooie boormachine, maak je daarna gewoon weer een nieuwe accountje aan en dan heb je weer een mooie boormachine. Ja, oké, maar dat is wellicht wel oplossing. Bij Bitcoin is dat natuurlijk ook een soort van tot dusver opgelost. Mm. Totdat het natuurlijk een keer misgaat. Ja, als je dat geldt voor alles, dan moet je weer een stap verder gaan. En Peer die heeft volgens mij ook vrij weinig van dit soort glazen hoor. Valt hartstikke mee. Dat zou je veel meer verwachten. Dat is ook niet de schaal waarop ze opereren. De schaal is ook wel. De doelgroep die ze aantrekken en de mensen die nu op dat platform zitten. Maar ze nou, Marktplaats bijvoorbeeld, met een enorme schaal. Die hebben dat gelijk oversteek geïntroduceerd. Daar hebben ze ook heel lang tegenaan gehikt. Dus ze dachten dat er grootschalige fraude zou komen met allerlei dingen als mobieltjes en zo. Maar fraude is er inderdaad. Maar daarom want het is aan het bespelen, dat systeem. Maar het valt hartstikke mee eigenlijk. Maar dat is zo grappig dat je dat nu noemt. Want als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug. Ja. Als jij wantrouwt, sowieso dat het bevestigd wordt. Hè. Zo werkt het gewoon. Ik heb het niet verzonnen, maar zo werkt het. Dat wat je naar buiten toe zendt, dat krijg je terug. En waar ik net heen wilde, is dat je inderdaad dan die gedachte hebt van oh, maar ik moet er ook beter van worden of wat dan ook. En of er iets aan verdienen. Maar je verdient er ook heel veel aan. Alleen zitten er heel veel andere waardes achter die Jurgen ook schetst. Dan geldt alleen. Ik bedoel dat hele sociale proces. Technologische ontwikkelingen die ineens veel verder komen dan hiervoor. Worden ineens allemaal mogelijk. Dat is toch te gek. Maar Peer krijgt gewoon betaald. Als mensen voor de machine doen. We hebben een gratis variant en een met betaalde. Ja, je kan het verhuren en dan verzekering bij Redo wel, anders ben ik je hebt ook een peer. Dat zijn voor leners uit, je hebt vaak tokens en dan krijg je een beetje lening aan. Wat is het duurste wat uitgebreid wordt op Peer? Niet zeggen. Zo goed heb ik mijn research laten. Wat ze wel heel veel uitlenen is
projectbeschermen. Boormachines inderdaad. Er zijn een aantal items. Staanstafels. Die staanstafels. Een aantal dingen die heel veel, niet per se heel duur. Dat zijn die dingen die je bijna nooit gebruikt. Ik vind het wel, daar zit ook een stukje vertrouwen natuurlijk weer waar je het over hebt. Het duurste dat we in Permanent Future Lab, dus van Pure weet ik ook niet, maar Permanent Future Lab was een robot van, ik denk op dat moment ongeveer 10.000 euro plus minus. Dat er was, en die is daar 2 maanden gedeeld door een vrouw uit Parijs. Die kwam naar Nederland voor Seeds to Meet, toen kennen ze Permanent Future Lab nog niet. Dat was wel met die robot op reis. En die had zo, oh, wat tof wat hier is. Ik laat die robot hier gewoon een paar maanden achter en dan komt hij wel weer terug via mijn netwerk. En dat is ook eigenlijk helemaal goed gegaan. En dat wil niet zeggen dat het fout kan gaan, hè? Wat ik net al zei, van ja, er gaan ook dingen fout. Dus wat je zei, met het vertrouwen ook. Natuurlijk ga je een keer merken dat iemand je vertrouwen schaadt. En hoe ik daarin leef is dat ik zeg van, een soort van ingecalculeerd, ja, het gebeurt. En ik laat het ook gelijk weer los, want anders ga ik juist weer naar dat geslotene toe. En gewoon het feit dat ik door die manier van leven meer positieve dan negatieve dingen daarmee maak, geeft mij, de energie om daarin door te blijven. Ja. Yes. Dus in plaats van maar. Ik vind deze sheet echt helemaal niet relevant meer. Eigenlijk. Nee, we hebben al veel over gesproken, dus dan gaan we gewoon lekker door. dan hebben we nu een stukje bewuster gemaakt. Hopen we in ieder geval. Een stukje inzicht gegeven. En nou is het gewoon tijd voor actie. Jurjen doet vast wel delen hoe hij in aanraking is gekomen. Ja, we hebben er eigenlijk al veel over verteld, maar nog even een heel resume op. Ik heb mijn gangbare schooltraject heb ik eigenlijk niet echt volledig afgemaakt zoals we dat gewend zijn. Ik heb wel een MAVO-diploma, maar toen ik naar het MBO ging met IT, toen dacht ik weer zo, dit is zo achterhaald. Alles wat ik op internet lees is veel nieuwer. Dit loopt zeker een jaar of 5-8 had ik toen op dat moment. En ik denk, dit motiveert me niet, ik stopte mee. En ik ben dus vooral eigenlijk gaan leren via dat soort netwerken, internet en meetups. En ook weer zelf daarin ingedeeld. Wat ik zei, dat doe ik sinds mijn 6e op bulletin board systemen. Dat is eigenlijk overgegaan naar het World Wide Web. En allerlei andere protocollen die op het internet actief zijn. Dus ook eigen websites gehad, onder andere community sites al in eind jaren 90, begin 2000. De grootste die ik had gehad, het ging over scooters. Dat deed ik samen met een aantal anderen. Daar kwamen we toen al dus meer dan 20.000 mensen per dag op. Dus dat was heel interessant ook om de IT te leren van wat gaat er dan allemaal mis. Maar ook om te zien van hey, wat leuk, de jongeren die daarop komen, die ook weer soms geld en gedoe delen ze hun kennis over die scooters. Hoe ze dingen tunen, wat voor leuke designs ze erop maken. En dan zag je heel veel intrinsieke motivatie op achter zitten, hoe daarmee overweg gegaan werd. Bij Google deed ik ook meteen kennis als topcontributor. Dus er zijn productfora van Google waar mensen eigenlijk vragen stellen en topcontributors en andere mensen weer beantwoorden. En wat me dat onder andere heeft gebracht is dat Google zei van, wat leuk, alle topcontributors komen naar de VS. Dat wist ik helemaal niet, maar ik kreeg een ticket. En daar kwam ik weer in aanraking met de innovatietak van Google. Die zei van, hier Google Glass, niemand heeft het nog. Ga maar uitproberen. En zo was ik een van de allereerste Google Glass gebruikers in Nederland. En wat ik daar merkte, en dat was eigenlijk een van de triggers om Permanent Future Lab op te gaan starten, is dat ze na ongeveer een half jaar hadden ongeveer 200 mensen Google Glass in Nederland. En de meesten zeiden eigenlijk van tegen elkaar van, wat doe je er nog mee? Hij ligt in een kastje weg te stoffen. En dus die hadden het een paar weken geprobeerd. De ene vond het eng omdat hij op straat allemaal aangekeken werd. De ander die had zoiets van, ik heb nu alle functies wel gezien. Maar ik dacht van, het ligt weer in kastjes weg te stoffen. En mensen spraken mij nog steeds op aan van, wow, wat is dat? Dat heb ik nog niet. Was het een operatie moeten invite hebben van Google? Dus ik zei van, laten we het juist vooral gaan delen. Hè. Hier gaan we uitproberen. En dat bracht mij ook weer nieuwe inzichten. Deze hebben we wel benoemd. Dus blockchain inderdaad ook wat eerder mee. Een van de eerste echte deelinitiatieven waar ik mee ben gestart, is blockchain in storage. En daar heb je eigenlijk de overvloedgedachte van de schijfruimte. Dus je hebt een stukje harde schijfcapaciteit die je zelf nog niet in gebruik hebt en die kan je dan gaan delen. En daardoor bouw je een soort decentrale cloud-opslag eigenlijk met elkaar. Er zit wel nog een incentive dat je daar geld aan verdient. En mijn
gedachtegang is dat we eigenlijk zo snel naar moeten gaan. En dus als jij op een gegeven moment krijg je toch een stukje geld voor, dat je dat juist zegt van, oh, ja, dat staat ook een soort van weg te stoffen. Deel maar gewoon die ruimte met elkaar. En dan heb je dan ook weer met elkaar eigenlijk een cloud gecreëerd. En hoef je dus niet meer te gebruik te maken van bijvoorbeeld Google Cloud of Amazon of Microsoft Azure. Dus dat, er zijn ook wel steeds meer ontwikkelingen in. Ja! Ik kan jullie wel een stukje inzicht geven in hoe ik ben gaan spelen met leven in Overvloed. Eigenlijk begon het met mij, wat ik net al schetste, met het wegdoen van mijn spullen. Ik kwam op een gegeven moment tot het inzicht dat bij mij begon het eigenlijk als ergernis. Ik dacht, ja, als ik zoveel spullen heb, moet ik het ook allemaal schoonmaken. Daar heb ik geen zin in. Ik realiseerde me ineens dat ik zoveel uur per dag of per week eigenlijk bezig was met spullen. Van opruimen, mijn was doen, weet ik het wat allemaal. En die tijd kon ik ook wel gewoon anders besteden. Ik dacht, ja, weg ermee. En in het proces ben ik eigenlijk besteed. Plus, dat alles wat je niet koopt, daar hoef je ook geen geld voor te verdienen om het te kunnen kopen. Dus ik heb ook de keuze gemaakt om minder te werken. Als in werken voor geld. Zodat ik meer tijd had om dingen zoals dit te doen. Waar ik heel erg blij van word. Om te doen waar ik blij van word. Zonder dat de waarde hoeft te liggen in geld verdienen. Maar juist in wat ik veel belangrijker vind, de sociale kant. Samen nieuwe dingen bedenken, daaraan werken. En de wereld een stukje mooier maken. Wat ik verder heb gedaan is een hele berg vrijwilligers werk. Ik heb meegewerkt bij een poppodium. Dat werd geheel gerund door vrijwilligers. Waar de waarde dus ook in totaal iets anders had dan geld. Maar samen iets moois neerzetten voor de stad, voor andere mensen. En ervaring opdoen. Ach man, ik heb geen stage gelopen waarin ik zoveel heb geleerd als daar. Verder heb ik dat ook wel even vertellen. Ik heb veel recycle art workshops gegeven. En daar kwam bij mij ook wel een stukje besef. In die workshops leerde ik anderen hoe ze van afvalmaterialen zoals flesjes of fietswanden, weet ik het, verzinnen zo gek of maakte er kunst van. Hoe je daar dus iets anders van kon maken. Het kon transformeren naar iets wat wel weer waardevol werd. Normaal weggegooid. En dat was ook wel een switch in mijn eigen mindset. Dat iets wat iemand anders waardeloos vindt, is voor iemand anders juist weer heel waardevol. Van waardevol zijn. Sociaal kapitaal verder heb ik mee geëxperimenteerd bij Sitsumeet. Kennen jullie dat trouwens, Sitsumeet? Nee? Sitsumeet is inmiddels al best wel een heel web van allemaal ondernemers, maar ziet ze niet zelf. Hun verdienmodel is dat ze vergaderruimtes verhuren aan bedrijven. En wat zij voor moois doen, is dat ze nog heel veel andere ruimte beschikbaar hebben. En die delen ze met freelancers onder andere, of iedereen die daar maar wil werken. In ruil voor sociaal kapitaal. Dus als je daar gaat zitten werken, is wel de bedoeling dat jij uiteindelijk gaat delen waar jij goed in bent, waar jij blij van wordt. Op die manier. En staan er super mooi in samenwerking. Ja. Het is ongeveer 10 jaar geleden in Utrecht gestart, Sitsumeet. Ja. Maar nu is het over de hele wereld heen. Dus daar was een soort van vergadercentrum met een soort van centraal plein. Wat eerst niet gebruikt werd, het centrale plein. En toen gezegd werd, daar kunnen we ook mensen laten co-worken. En daar ontstond dus eigenlijk iets wat ze zelf niet verwacht hadden. De relevantie dat die mensen die daar komen co-worken ook weer nieuwe zaalhuurders naar binnen brachten, zonder dat ze Sitsumeet daarom vroeg. En toen dachten ze van, wat ontstaat hier nou weer? En we krijgen ook kennis eruit, die mensen die delen over nieuwe innovaties. Heel interessant. En dat hebben ze uiteindelijk naar een softwareplatform opgezet, die ook andere locaties kunnen gebruiken. En nu zijn er wereldwijd zo'n 500 locaties die ook Sitsumeet locaties zijn geworden. Dus die zegt van, we hebben een stukje overvloed in ruimte. Daar kunnen mensen met elkaar co-worken in ruil voordat ze ook hun kennis met elkaar delen. Een ander inzicht wat ik ook heel erg geleerd heb, mede door maar andere freelancers, ik ben freelancer, die ik heb ontmoet, was gewoon even dat stukje geld buiten de deur laten. En gewoon delen met elkaar wat je het liefst doet. Ik maak super graag foto's.
En ik heb bijvoorbeeld ooit de deal gemaakt met een vriend van mij. Die heeft een plek ongeveer even groot zoals dit. Die zei van ja, wil je niet gewoon af en toe foto's voor mij maken? En als ik wel ruimte vrij heb, doe gewoon je ding, maakt niet uit. Nou ja, daar heb ik ja op gezegd. Daar zijn ook hele mooie dingen uitgekomen. Maar op die manier werd het voor mij veel meer waard dan, weet ik veel, die paar centen die ik eraan zou verdienen. Ik heb gewoon heel veel sociaal dingen en ik bouwde netwerk op. Ja, dat. En, ja, dit is eigenlijk ook al een soort van paradigmeshift zoals ze dat noemen. Dus je zit nu in een soort van vraag aanbod waar de prijs, ja, de schaarste, dat dan uiteindelijk creëren. Waarvan we zeggen van we gaan naar een vraag aanbod waar je een ander soort prijs hebt, dus een ander soort waardesysteem, een overvloed eigenlijk ontstaat. Nou, je return business model, daar werden ook altijd, toen ik met Permanent Future heb gestart, zeiden mensen van wat een beweging, geen bedrijf, je bent geen eigenaar, nou, hoe ga je daar geld mee maken? Dus, nou, het gaat mij helemaal niet om dat geld maken in eerste instantie. Laat maar gewoon wat ontstaan en kijk wat eruit komt. En dat, er zit ook wel een mooi woord achter serendipiteit. Wie heeft er al zo'n serendipiteit gehoord? Ongeveer de helft hier, voor altijd is het nog nieuw. En de serendipiteit is eigenlijk van het onverwachte relevante wat ontstaat. Dus er gebeurt iets, doordat je zelf iets op een of andere manier gedaan hebt. En je denkt van, oh, hey, dat had ik er niet voor terug verwacht, maar ik heb er wel wat aan. En als je zelf bijvoorbeeld software programmeert, ik denk dat een aantal van jullie dat wel doet, sowieso al bekend. En dan een aantal van jullie doet ook open source. Dan zie je wel eens in je project dat er iets ontstaat, dat een ander een soort van kopie maakt en daar weer iets aan verbetert. En dat je daar zelf ook weer wat aan hebt. Maar je had het niet verwacht dat het per se zou gebeuren, dat het zou ontstaan. Dus dat zit onder andere in die serendipiteit. Of je staat op een systeem en iemand geeft een review over jou. Een review, wat leuk, dat had ik niet verwacht. Wat het bij mij zelfs heeft opgeleverd, terwijl het helemaal niet om geld ging bij Permanent Future, is dat er gewoon eens zeiden van, oh, hey, wat tof wat hier gebeurt. Kunnen we jou ook inhuren voor bijvoorbeeld een inspiratietalk over nieuwe technologie of wat dan ook? Ja, weet je, dat kan. Dat gebeurt niet onder naam van Permanent Future Lab, maar gewoon mij als freelancer. Dus dan zag je eigenlijk dat er ook weer andere freelancers die daar kwamen, dat ineens een soort van, hey, van oh wow, er kan wat gebeuren. En dat die daar ook weer bijvoorbeeld opdrachten uit gingen krijgen. Dus er staat toch een soort van, ja, ook ecosystemen daardoor. Nou, hoe ga je er nou in de praktijk zelf mee aan de slag? Als je denkt van, nou, dat is nog best wel moeilijk. Misschien kunnen we het een keer zelf vragen. Ja, nee, goeie. Ik ben nu zelf wat. Zijn jullie er al mee bezig? Hebben jullie al een manier waarop je eigenlijk al in een ander systeem leeft? Of je de kosten van de week met sociaal kapitaal werkt? Of, misschien wel een andere manier die je wilt delen? Niet te enthousiast, hè? Ja, ik werk wel veel met sociaal kapitaal. Ja. Vooral hier als in Amsterdam en dat levert sowieso heel veel kennis. Ja. En inderdaad, je rolt van het een in de ander, want je praat over dingen waarmee je bezig bent, zijn er weer andere mensen die daarop aanhaken en die op reageren. Voordat je weet dat je bij benen hebt. Dat is een serendipiteitsgevalletje. Ja. Je ziet dat ook heel decentraal is. Hè? Dat je bijvoorbeeld zijn dingen die ons geïnspireerd hebben. En dan heb je in Utrecht heb je inderdaad Permanent Future ook maar meetups. En toen is Bart bijvoorbeeld, Bart Roda, is daar weer geïnspireerd geraakt. Die zegt van, oh wat tof, dat kunnen we hier in Den Haag ook. En nou, jij haakt er bijvoorbeeld weer op aan, andere mensen haken er weer op aan. En voor je het weet inderdaad, zonder dat het doel was, zit je bijvoorbeeld bij BNR voor iets om tafel. Nou, dat, en nog veel meer natuurlijk, allerlei dingetjes die ontstaan. Een mooi voorbeeld. En hoe heb je dat jezelf eigen gemaakt? Is dat ook een soort van natuurlijk organisch ontstaan? Of, Absoluut. Ik was in die blockchain gedoken en dacht ik haak ze aan op 4e vrijdag. Op de hoefkade. Dat was. En toen ontmoet ik onder andere Bart Hora en Jeroen Gas en Duco. Voor mij was die er ook, of die weet naam van naam. Maar in ieder geval dan van de een komt de ander. En dat loopt gewoon.
bleek achteraf dat dochter Anna, die was bij de opening van de Turner's Future Lab een communicatiemedewerker geweest. Oké. Okay. Dus die kende Bart wel eerder dan. Sowieso, de blockchain sector is natuurlijk heel nieuw, dus er zitten relatief nog vrij weinig mensen in, dus je merkt daar heel snel. Ja, dat is het. Blijft de pret ook steeds komen. Ja. Dat is wel heel leuk. Ik zit zelf dat is heel leuk. In de sociaal kapitaal sector, met de meetup in Rotterdam. Ah, daar kunnen we ook regelmatig op elkaar zien. Ja, we zijn natuurlijk allemaal heel enthousiast, ook over elkaars projecten. En het is allemaal heel inspirerend, omdat het ook zo nieuw is. Welke meetup is dat in Rotterdam? De meetup heet zeg maar Crypto 010, maar zeg maar de avond zelf noemen we Crypto Friday. Oké. Okay. Tof. Ah. Ja, moet je zeker ook eens doen. Ja. Ja, maar in Amsterdam hebben we daar wel. Amsterdam was dat ook. Ja, ze zitten hier ook, een Amsterdamse groep zit hier ook. Wat? Ik versta je niet hoor. Amsterdam. Ja. Nou, mocht je daar zelf iets van hey, ik wil op een van jullie daar wat van leren, hè? Dat is echt een soort van systeem jezelf eigen maken. Maar we hebben nu vooral hè, dat je het hoort en een beetje ziet. En deze sheet die ik zelf een keer bij een TEDx in Utrecht tegenkwam van Laurens Smaling, zegt ja, er blijft er eigenlijk nog niet zoveel, zoveel hangen. Dus wil je er echt wat uit gaan halen, dan probeer hem dan op je eigen ervaringen te gaan toepassen. Dus dat is een hele belangrijke, maar ga er ook met mensen over discussiëren. Dus dat kan zo bijvoorbeeld bij de borrel dat we het er met elkaar ook verder over hebben. We hebben net dat natuurlijk ook al een stukje gedaan, vandaar ook wel de interactie in de presentatie. Maar het belangrijkste is in de praktijk gewoon ook gaan proberen. We zagen dus veel vingers bij die boormachine. Dus als je denkt, van, nou, dat wil ik toch wel eens een keer proberen, kijk bijvoorbeeld op Peerby. Dit kan ook soms je Facebookpagina's van de wijk waar je in woont, waar dat soort dingen plaatsvinden. Dus het is niet alleen maar Peerby, er is meer dan dat. Misschien ben je programmeur, heb je zelf nog niet iets gedeeld op open source, dan zou je er toch wel een keer mee willen experimenteren. Er zijn die zat mensen die je daar ook, ben zelf geen ontwikkelaar of programmeren, maar die je daar wel op weg kunnen helpen. Ik weet zelf bijvoorbeeld dat je GitHub hebt en dat er weer iets nieuws zo volgens mij door de overname van Microsoft gaande is. Maar daar kan je dus zeker ook op gaan acteren. En als je dan weer een stapje verder wil, dan kan je net als ons kan je proberen te gaan uitleggen aan anderen. Zeg nu klaar, nou nog je van harte uit. Ja. Ja, dus belangrijk eigenlijk is wat je bijvoorbeeld bij Google ziet, is zeg maar 20% van de tijd iets anders. Waarom die 20%? Op het moment dat je 20% dat eigenlijk met heel veel mate doet, als je daar wekelijks, dan komt het ook in je systeem terecht. En dus dat op het moment dat je zoals nu eenmalig dat doet, dan zak je eigenlijk in het systeem waarin je zat. Ja. Dus pak er ook gewoon de momenten voor. Dus het kan bijvoorbeeld zijn elke vierde vrijdag van de maand naar zo'n meetup als deze. Of een mooie mix van meetups daarin bijvoorbeeld in gaan vinden. Dus dat is een om mee de slag te gaan. Maar gun ook jezelf echt die ruimte. Bij Google hebben ze daar bijvoorbeeld mee geëxperimenteerd. Daar hebben ze werknemers dus 20% van hun tijd gewoon zelf laten indelen. Al gingen ze buiten rondjes lopen, ze moesten het helemaal zelf weten. Maar het resultaat ervan was dat er allemaal nieuwe projecten ontstonden. Er nieuwe inzichten kwamen en het personeel ook nog eens een stuk gelukkiger was. Gewoon doordat ze konden doen waar zij op dat moment behoefte aan hadden. Er ontstonden nieuwe dingen, want er was ruimte. Dus ik gun het jullie allemaal zelf, ga er mee spelen. Zeker. En doe dat ook vooral met andere mensen, en voornamelijk mensen die je niet kent. Want de mensen die je kent, die zitten in je veilige haafje, die kunnen vooral het luide gesteund maken. Maar probeer dat ook met mensen, ben je hier voor het eerst vandaag, zoek dan ook zeker anderen op bij de borrel. Kijk eens hoe die erover denkt, hoe de ander daarmee overweg gaat. Maar ook op coworking spaces gaan bijvoorbeeld eens een keer coworken bij zo'n mooie plek als iets te meet of een vergelijkbaarachtige plek waar inderdaad een kennis gedeeld wordt. Yes! Ja, dank jullie wel! Dank jullie wel! Het is niet alleen door ons, het is gekomen allemaal mooie mensen en het is dus ook open source. Jullie mogen het allemaal hebben. Ja. Ja.
Ik wil vragen, is dit Society 3.0, is dat een officiële club, zal het niet zijn, maar het doet mij eigenlijk denken aan Nature 2.0. Mm-hmm. Dat is dat heeft vergelijkbaar gedachtegoed, alleen het gaat meer over dat het ook allemaal niet van ons is. Hè? Ja. Dat de natuur voor abundant zorgt en dat we daar zelf niet wel een bijdrage aan leveren. En misschien ook dat we een systeem zijn dat we geen eigenaar zijn. Mm-hmm. En wat is het verschil tussen die twee bewegingen? Nou, ik zou zeggen, er zit niet steeds zoveel verschil tussen. Dat is zelf iemand zo'n vraag, wat is het verschil tussen Tech Tuesday in Utrecht en Vierde Vrijdag in zeg maar Den Haag. Het gaat vooral om dat we niet meer centraal denken, maar inderdaad decentraal denken. En die clubs zoeken elkaar ook regelmatig op. Dus het zijn geen egotjes die tegen elkaar roepen van, oh, jij weet het beter of ik weet het beter. Het zijn inderdaad ecosystemen wat dat betreft. Wij hebben ook een risico. Van Utrecht gaat het beter of Den Haag gaat het beter. Utrecht en Den Haag gaat heel goed samen. Ja. Dan is dat verschil. Ja, dat is anders. Volgens mij is Nature 2.0, ik ben er zelf ook deels bij betrokken, af en toe zijdelings. Het komt ook mede volgens mij uit het Urban Beta-netwerk, onder andere tot stand. Maar ja, het mooie is juist doordat je die openheid met elkaar ziet, is dat je toch versnipperingen wel krijgt, die ook weer op een bepaald moment altijd bij elkaar komen. Doordat weer anders zegt, nee, daar zit een interessante component in, of andersom. Dus dat is het geval. Hebben jullie verder nog vragen, opmerkingen of iets wat je misschien wil delen? Wat niet zo aan bod gekomen is dat heel veel van die, wat jullie zo mooi voorstellen, dat die allemaal vanuit hele grote bedrijven wordt gestuurd en dat wordt steeds enger. Bijvoorbeeld het voordeel van die smartphone, dat zijn dan een paar bedrijven die dat controleren. En als je een hele mooie app voor maakt, die kunt het volledig allemaal dan zeggen van, gooi je eraf, want we gaan er zoveel geld aan verdienen. En dat moet heel nodig aangepakt worden. Dat is vooral deze hoek, hè? Dat zijn die grote bedrijven, zoals Facebook, Uber, Airbnb. Dat moet aangepakt worden. Dat moeten wij doen en daar gaan we deze niet op. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook een hoek vanuit de. Ja, zeker. We kunnen niet gaan wachten tot een bedrijf dat gaat doen. Nee, die zullen het nooit doen. Nee, die hebben daar geen belang bij. Dus dat moet gewoon. Nou, er zijn zapbedrijven die nu in de blockchain springen en dat zelf weer proberen te doen. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld JP Morgan, die zegt eerst op Bitcoin, dat is zo lelijk. En nu ineens, oh ja, laten we het toch maar gaan proberen. Maar dat zag je ook bij de begindagen van het internet, dat bijvoorbeeld KPN, en die had een soort van besloten eigen internet. Microsoft had een soort van eigen internet. En dat is allemaal niet gelukt, maar dat is wel wat Bart ook zegt. We moeten dat wel met elkaar gaan realiseren. Zeker, want KPN heeft nog steeds een grote macht als het komt online. Ja, ik had nog iets anders. Eigenlijk leef je niet in een wereld van overvloed, maar juist met je hebt beperkte middelen. Hè? Als je puur kijkt naar de natuur. En eigenlijk heb je ook in de afgelopen jaren natuurlijk te maken met heel veel verspilling. Mm-hmm. En waar je nu gebruik van maakt, is in plaats van dat we allemaal één auto hebben, gaan we veel meer delen. Dus datgene wat wordt verspild, ga je als het ware op een andere manier benutten. Ja. En wat vroeger hebben we ook allemaal geleerd van. Je moet bezit hebben, dus je moet je platen hebben. Allemaal je eigen platen en allemaal je eigen muziek of films op dvd. En nu zie je gewoon een jongere generatie die eigenlijk gewoon zegt van voorheen was doen wij maar digitaal bezit, weet je, mp3, mp4. En het is nu zelfs nog de volgende stap, dat ze zegt van ik wil het alleen maar zien, of ik wil gestreamd hebben. En daarna is het klaar, dan zit het in de cloud en ik moet alleen maar afroep hebben. Ja, dat is de overvloed, want waarom wilden wij vroeger het hebben? Omdat als je wist als ik hem nu niet koop, over 3 jaar kan ik hem niet meer vinden en dan is het lastig. Ja. Nou, nu weet je van dat streaming, je hebt vertrouwen dat het de volgend jaar nog steeds zit. Ja. Dat is wel een beetje de overvloed voor mij die bedoeld wordt. Ja. En platen blijven altijd leuk. Maar die vind je dan ook over de vroege Koningsdag. Ja, dank jullie wel voor jullie aandacht. Ja, dank jullie wel. We zijn ook altijd super benieuwd naar feedback. Zeker nu. Ik bedoel, dat is onze primeur in de zin. Ja, jullie hebben het primeur gehad. Dus als je tips hebt, we kunnen best tegen kritiek. Of als je iets wilt delen naar aanleiding van wat we hier vandaag verteld hebben. En je hebt het in de praktijk gebracht. En, dat horen we graag. Vinden we leuk. Waar is deze presentatie te vinden eigenlijk? Dat is deelbaar. Ja, ik zal hem inderdaad even linken op de meetup van de stop hem in de mensen. Ja. Oké, top.
volgens mij moeten we ook weer af rond 7 uur. Hartstikke bedankt. Dus, er komen nu nieuwe presentaties. Schema weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat er crypto update is in de Boardmark space. Daar ben ik zo. En jij gaat hier bezig. Ja, dat is nu. Dat is nu. Maar de rest is dus ook nog niet klaar. Even wachten als je niet in de heusel aanlikt. Dat stukje over muziek was heel interessant, maar daar ben je eigenlijk heel goed op dichtgebleven. Want wat doe je daar? Ja, muziek in de blockchain zou ik maar zeggen. Nu? Heel eerlijk, niet zo erg veel.